Oké, vanuit de geologie kunnen we niet zo ver teruggaan in de tijd. Geologie is een vrij jonge wetenschap. Maar toch, in de begindagen van de geologie, de grondleggers, die hadden het idee van eigenlijk op zoek te gaan naar een aantal eenvoudige natuurwetten die eigenlijk het hele gedrag van de aarde zou kunnen verklaren. En dus dat maakt dat de aarde voorspelbaar zou zijn, zowel in het verleden, het heden als de toekomst. Ze dachten een beetje in de trend als Kepler en de beweging van de planeten, dus dat eigenlijk de aardse werking ook zou zijn. En vandaar een soort tijdloze machine. We see no vestige of a beginning, no prospect of an end. Hoe ver zijn we eigenlijk 200 jaar later gekomen? Kijk, even toch de zaken situeren. U herinnert zich nog de Pinksterstorm met al die hagelbollen en al de schade daar rond. En u weet ook wat dat de eerste vraag is, wat dat de weermannen en vrouwen op hun dak krijgen, is: hadden we dat niet kunnen voorspellen? En, want uiteindelijk tegenwoordig, onze maatschappij wil toch altijd voor alles ergens een verantwoordelijke hebben en iemand op vastpinnen. En dat gedrag binnen een maatschappij kan soms vrij extreme vormen aannemen. U weet het misschien allicht dat in Italië een aantal wetenschappers veroordeeld zijn voor doodslag door nalatigheid, omdat ze zogezegd eigenlijk de aardbeving van L'Aquila niet voldoende voorspeld hebben, volgens de aanklagers nog. Dus dat is toch een eerste aspect. Maar als we het over voorspellen hebben vanuit de wetenschap, dan is dat eigenlijk een scenario voorstellen van wat dat er in de toekomst mogelijk is. En dat scenario is gebaseerd op een aantal theorieën, op modellen en dan eigenlijk op een gigantische databank, gegevensbestand van hoe dat het eigenlijk in het verleden was. U ziet, dit is van vorige week van de weersvoorspellingen op het website van de KMI. En u kunt al zien, bijvoorbeeld, dat is van vorige week, als we nu gaan kijken wat dat ze hier al voor vrijdag bijvoorbeeld, de regen die ze voorspellen, dat gaat al niet uitkomen en dergelijke. Dus u ziet ook hoe verder dat je gaat in de tijd, hoe onzekerder wordt. Dat is eigenlijk de karakteristiek van al die voorspellingen, dat is die onzekerheid. En dan kunnen we ons natuurlijk de vraag stellen, want als we die vraag krijgen van had je dat niet kunnen voorspellen, dan zouden we eigenlijk de vraag kunnen terugspelen en zeggen van ja, stel dat we het zouden kunnen voorspellen. Wat dan uiteindelijk? Hè? Dus stel bijvoorbeeld dat Frank de Bozere enkele weken, enkele dagen op voorhand exact had kunnen voorspellen wanneer dat die Pinksterstorm zou uithalen, waar dat de hagelbuien zou zijn, hoe groot dat de hagelbollen zou zijn. Het begint eens te denken wat dat eigenlijk potentieel dat voor repercussies zou hebben. Hè? Hoe zouden de verzekeraars gereageerd hebben? Hoe zouden de glastuinbouwers in West-Vlaanderen gereageerd hebben? Stel dus dat we dat wel zouden kunnen. Oké, dat van dat weer, dat is een beetje de anekdote. Wanneer dat we effectief naar natuurrampen gaan kijken, dan moeten we vaststellen, als we doorheen de tijd gaan, dat het aantal natuurrampen toeneemt. Dus uiteindelijk onze opdracht is natuurlijk om ervoor te zorgen dat de impact op mens en maatschappij van dat natuurgeweld, dat we dat zo minimaal mogelijk houden. En dan kan daarbij de vraag gesteld worden, is het correct voorspellen van die natuurfenomenen daar deel van de oplossing of toch eerder ook deel van het probleem? Want één ding, daar zijn we zeker van, dat is dat natuurgeweld terug zal komen. Dat zal opnieuw gebeuren. Maar het enige wat er gebeurd is dat de context waarbinnen die natuurfenomenen zich afspelen drastisch veranderd is. En eigenlijk betekent dat we eigenlijk de tijd tegen ons hebben. Enkele voorbeelden. Herinner, Pompeji, 79 na Christus, door een uitbarsting van Vesuvius in as gelegd. Maar bedenk gewoon dat nu rond de flanken van Vesuvius dat er 4 miljoen mensen wonen. Zou het dan niet interessant zijn, moesten we
exact de volgende uitbarsting van Vesuvius kunnen voorspellen en exact kunnen zeggen waar dat de aswolken naar beneden zouden donderen langs de flanken. Je kunt al de vraag ook natuurlijk stellen, hoe zou men dan daarop gaan reageren? Of een ander voorbeeld, u zult zien, ik ga verder gaan rond aardbevingen. 1923, Tokio, dat was een stad toen van 4 miljoen inwoners, een heel zware aardbeving, bijna magnitude 8, 143.000 slachtoffers. We weten zeker dat die aardbeving, een dergelijke aardbeving, terug zal gebeuren onder Tokio. Alleen is het verschil dat Tokio vandaag, groot Tokio, een agglomeratie is van 35 miljoen inwoners. En dus stel dat we exact dat moment van die aardbeving zouden kunnen voorspellen. Wat zouden daar de implicaties van zijn? Wat gaan we met die kennis doen? Dus zoals dat ik gezegd heb, ik ga verder gaan een beetje in dat verhaal van die aardbeving, om dat als voorbeeld te nemen, die aardbevingen in die stadswereld van de 21ste eeuw. Want als we dat dan beschouwen, dan zitten we als het ware in een soort catch-22, als het ware. We zien, en ja, je kunt de wereld een beetje herkennen, we zien dat er vrij recent, eigenlijk sinds na de Tweede Wereldoorlog, een enorme demografische explosie is van de verstedelijkte agglomeraties. En voor vandaag de dag leven er meer mensen in stedelijke omgevingen dan in de buitenzone. En die ontwikkeling, die laatste 50 jaar van die concentratie van mensen in die gigantische agglomeraties, als we dat vergelijken met de seismische cyclus van aardbevingsbreuken die zich afspeelt over enkele honderden jaren, dat is dus peanuts uiteindelijk. Dus die ontwikkeling is vrij recent en de mens heeft er zich eigenlijk voor gezorgd dat hij zichzelf op een geconcentreerde manier is gaan blootstellen aan potentieel risico. En een bijkomend gegeven is de steden, die megasteden, die liggen niet toevallig waar dat ze liggen. Er is als het ware een soort fatal attraction gebeurd van de stichters van die steden naar landschappen die eigenlijk geboetseerd zijn door aardbevingsbreuken. Neem nu Mykene, voor een geoloog, die gaat direct zien dat dit is een gepolijst kalksteenvlak. Dit is een actieve breuk. Mykene is pal gebouwd op een actieve breuk. En we kunnen voortgaan als we in de antieke wereld gaan. Delphi, het orakelstad, pal gebouwd op een actieve breuk. En voor de meesten ook gekend onder jullie Sagalassos, dat is eigen onderzoek in de groep geweest, pal gebouwd op een actieve breuk. Dat heeft allemaal zijn redenen. Maar wat dat voor die antieke steden geldt, geldt evengoed voor een groot aantal steden over de wereld, van die megasteden. Hier is een kaartje. Ja, de wereld is weer verdwenen. Maar u herkent eigenlijk de zone van het Middellandse Zeegebied tot in Indonesië. En dit is gewoon een kaart waar dat op staat van wat dat eigenlijk het 10% kans is dat in de volgende 40 jaar een catastrofale aardbeving die stad gaat raken. En dat is dus vrij dramatisch. En om u te zeggen dat dat niet uit de lucht gegrepen is, deze kaart dateert van voor 2010 en dus het eerste bolletje kan geschrapt worden, Port-au-Prince. En dus de klok is aan het tikken voor die steden. De aardbevingsklok is aan het tikken. En dus nooit eerder in de menselijke geschiedenis is de blootstelling aan het aardbevingsgevaar zo groot geweest. Dus al die steden die staan eigenlijk op een lijst om in de nabije toekomst, en voor een geoloog kan dat nogal ruim gaan, getroffen te worden door dus een voltreffer te moeten incasseren. Oké, er is misschien soelaas. Dat is uiteindelijk, aardbevingen doden niet. Het zijn de instortende huizen die uiteindelijk de slachtoffers maken. Voor de zij die er de eerste dag waren, de technologieoptimist, die zou zeggen, what's the problem? Want wat kunnen we? We kunnen het eigenlijk. Dit is in Japan, dat is eigenlijk een 1-op-1 schaalmodel, een triltafel, waar dat men dus gaat testen hoe dat men gebouwen kan ontwerpen die aardbevingsbestendig zijn. En we kunnen het, en dat is al een ontwikkeling sinds het begin van vorige eeuw, we kunnen eigenlijk gebouwen neerpoten die elke zware aardbeving kunnen overleven.
Dus dat kunnen we. Met succes. Kijk naar Tokio bijvoorbeeld. Een bijkomend gegeven is dat we eigenlijk in de recente geschiedenis een soort gelegenheidsvenster gehad hebben waar dat we sinds de tijd dat we die bouwtechnische know-how aan het ontwikkelen zijn, waar dat we dan zien dus dat eigenlijk er een enorme bouwwoede is uiteindelijk. Dus het areaal wordt stukken groter, wordt vernieuwd uiteindelijk. Tot 2030 gaat er een periode zijn dat er nog nooit zoveel woonhuizen gebouwd zijn als daarvoor. Dus combineer die twee en het probleem is opgelost, zou je zeggen. Maar wat zie je dan wanneer dat we eigenlijk het aantal aardbevingsslachtoffers nemen als een soort proxy voor de kwaliteit, de aardbevingsbestendigheid van gebouwen? Dan zien we bijvoorbeeld dat het cumulatief aardbevingsslachtoffers eigenlijk voor altijd mooi de populatiecurven blijft volgen. Dus de fatality rate neemt niet toe. Het pleidooi van de aardbevingsingenieur valt gewoon in dovemans oren. Er wordt niets mee gedaan. En dan komen we eigenlijk naar de essentie van het probleem. Voor rationele mensen die verstaan dat niet. Maar dan kom je tot eigenlijk het probleem dat zegt van je moet wel de bouwheer ervan overtuigen dat hij investeert in iets met in het achterhoofd spelende van waarschijnlijk zal dat nooit voorvallen tijdens mijn levensduur uiteindelijk. Of zolang dat ik in de business zit, als ik een bouwpromoter ben, dat zal wel niet gebeuren. Want dat zijn dus die low frequency events, maar die een hoge impact hebben. En de uitspraak van Embassy vind ik heel goed. The structural integrity of a building zal nooit sterker zijn dan de social integrity of the builder. En dan zien we wat dat eigenlijk het meest dodelijke is in heel dat verhaal. Dat is, op deze grafiek zie je een grafiek waar je corruptie uitzet, ook ten opzichte van dus eigenlijk de perceptie van corruptie en dan ook de earthquake fatalities. Daar zie je dat eigenlijk enerzijds armoede, anderzijds onwetendheid, maar vooral eigenlijk een corrupte maatschappij uiteindelijk dodelijk is wanneer dat we het op aardbevingen bekijken. En dus meer dan 80% van de aardbevingsslachtoffers de laatste 30 jaar is gevallen in landen waar dat de perceptie van corruptie vrij hoog is. En als we dan één voorbeeld moeten geven waar dat al die factoren bijeenkomen, dan komen we op Port-au-Prince 2010, 230.000 slachtoffers. Daar komt die onwetendheid, die corruptie en die armoede allemaal samen. En dan begin je eigenlijk een beetje pessimist te worden en duiken er heel de doemscenario's op. En die doemscenario's, hier zie je een aantal aardbevingen uitgezet waar dat dus de kost, economische kosten op zich van, en het aantal slachtoffers. Dan gaan we beginnen berekenen en dan zien we dat potentieel een magnitude 7 aardbeving die een voltreffer is op Teheran, potentieel de eerste aardbeving zal zijn die meer dan 1 miljoen slachtoffers maakt. En als we het scenario van 1923 in Tokio herhalen, dan komen we aan een heel kostelijke grap. 20 keer kostelijker dan Tohoku. En Tohoku, Japan, was tot op heden vandaag al de meest kostelijke natuurramp die we gehad hebben. U ziet hier ook de dualiteit die ontstaat tussen in arme landen is het vooral een kwestie van slachtoffers. In geïndustrialiseerde wereld is het vooral de economische kost. Dus als we al die scenario's bekijken, dan zou je wel zeggen van uiteindelijk, als we het dan toch kunnen voorspellen, zou dat eigenlijk geen goede zaak zijn. Zou dat niet kunnen bijdragen om die doembeelden te gaan vermijden dat die doembeelden, die scenario's, realiteit worden? Ik denk dat we dan in de recente geschiedenis één voorbeeld gehad hebben die ons toch even met ons twee voetjes op de grond zetten. En ik denk dat het met het exact, en dat is ook mijn these eigenlijk, dat ten eerste dat met het exact voorspellen dat we misschien meer kwaad dan goed doen en dat we eigenlijk de chaos gaan beginnen aansceneren. Dit is het niet gestructureerde
evacuatie van New Orleans ten tijde van Katrina. Dan krijg je, bedenk maar, gaat groot Tokio 35 miljoen mensen evacueren, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk not done. Dus eigenlijk zeg ik daarmee van die drijfveer vanuit de seismologie om toch maar dan uiteindelijk die aardbevingen te kunnen voorspellen, dat misschien een foute prioriteit is die we stellen. Wat moeten we dan wel doen? Dat is natuurlijk blijven investeren in aardbevingsbestendig bouwen of gebouwen aardbevingsbestendig maken, maar dat neemt tijd in beslag. In de Bay Area rond San Francisco zijn ze daar al sinds 1989 mee bezig en ze zijn nog altijd niet rond met die dingen. Dus, maar hebben we die tijd? Misschien niet, misschien wel. Wetenschappers moeten blijven werken aan die voorspelling, maar op de wetenschappelijke manier. De probabiliteit dat een aardbeving zich zal voordoen in een gebied. Maar met de probabiliteit dat een aardbeving zich zal voordoen langs een van die breuken, daar is een ingenieur niets mee. We moeten dat ook in nuttige informatie vertalen. En dan gaat de volgende stap is dat gaan vertalen naar shake maps. Dus waar je dus eigenlijk de karakteristieken van de aardbevingsgolven gaat en de intensiteit gaat vastleggen. En daarmee kan de ingenieur aan de slag. En nog een stap, ik kan het filmpje niet tonen, is dat men echt scenario's gaat uitwerken. Dat men zegt van stel dat er zich een aardbeving hier aan de San Andreas voordoet, wat is dan het patroon van de shake maps en dergelijke, wat dat dan de hulpdiensten en de overheden met kunnen gaan werken om dan eigenlijk een rampenplan volledig te ontwikkelen. Maar wat is nog belangrijker, en dat is zorgen dat uw samenleving, dat de mensen voorbereid zijn, dat ze zich bewust zijn van het probleem en dat ze zich daarop kunnen voorbereiden. Dus dat ze eigenlijk weerbaar zijn ten opzichte van hetgeen dat onvermijdelijk gaat komen. En de hele campagnes rond earthquake preparedness zijn er een voorbeeld van. En enkel in die omgeving, waar dat eigenlijk uw maatschappij zichzelf heeft voorbereid op dat onheil dat komt, kan de technologie dan terug een bijdrage geven. En heel specifiek in het geval van aardbevingen is dat het early warning systeem dat operationeel is in Japan, dat uitgerold wordt in Californië. En daar spelen we eigenlijk met het feit dat aardbevingsgolven heel traag zijn en dat de schadelijke golven nog trager zijn dan de primaire golven en dat communicatiegolven heel snel zijn. Dus van zodra dat de primaire golf wordt opgepakt, begint een communicatiesysteem iedereen te verwittigen en dat gaat er zo aan toe. Dus u woont hier in San Francisco en de aardbeving is hier begonnen. En dat is de early warning system. Je zult natuurlijk zeggen, wat ben ik met 20 seconden? Maar 20 seconden kan levens redden uiteindelijk. Hè. Dus, en dat werkt, dit systeem, dat is in verschillende keren al in Japan bewezen. Dus om te concluderen, denk is één zaak is van technologie kan een maatschappij niet volledig beschermen tegen mogelijke risico's. Hè. Het is de maatschappij zelf die dat moet doen door mensen voor te bereiden, door mensen bewust van te maken. En wij kunnen als vanuit technologie en de wetenschap enkel zorgen dat de impact uiteindelijk verzacht wordt. En als we het dan hebben over het voorspellen, eigenlijk drie zaken dat ik wil mee concluderen is één, het effectief voorspellen van aardse fenomenen blijft een utopie. Dat zullen we nooit kunnen. De aarde is eigenlijk een onvoorspelbaar gegeven, net omwille van het feit dat het eigenlijk een zelfregulerend systeem is. Ten tweede, uiteindelijk, ja, eigenlijk wil ik ook zeggen dat het misschien maatschappelijk niet gewenst is of wenselijk is dat we dat zouden kunnen en dat we onze prioriteiten beter ergens anders leggen. En eigenlijk ten derde,
ja, we doen eigenlijk niks anders dan constant de toekomst voorspellen, maar onder de vorm van scenario's. En voor geologische of aardse processen stoelen we die scenario's eigenlijk op dat rijk verleden, geologisch verleden van eigenlijk 4,5 miljard jaar geologische geschiedenis. En dus inderdaad, the past is the key to the future. En dan om eigenlijk tenslotte een beetje een persoonlijke noot, ik denk dat een voorspelbare aarde ontzettend saai moet zijn, uiteindelijk. Dus een beetje zout en peper in het leven kan nooit geen kwaad. Bedankt.